Overdag ben ik bij de Tesla Store, naast Jaguar, naast Rolls-Royce. En dan ga ik even kijken hoe je nou zo'n ding bestelt. Want dat is inderdaad wel, dat moet wel aardig zijn. Kijken of je hier ook moet haggelen. En de Tesla Store is vanaf 8 uur open. 7:30 gaat hij dicht. En er is geen Tesla te zien. Maar ja, er is een onderstelsel te zien. En het komt hier in twee onderdelen binnen. Het accupakket en de rest van de auto. Die wordt in Tilburg in elkaar gezet vanwege importzaken. En ja, wat zit er in de winkel? Hier kun je nog een beetje zien wat voor kleurtjes het zijn. En hier hebben we gewoon begeleiding. Goedemorgen, goeiedag. Goeiedag, met jouw naam? Gert-Jan Gerings. We hebben elkaar al eerder ontmoet, denk ik. Ja, maar die mensen hier lopen achter de camera nog niet. Hey. Als ik hier nou een auto koop, hoe is dat proces? Hoe gaat dat proces in zijn werk? U kunt alles online doen. Dat is één proces. We zullen even naar de iMac lopen. En dan maakt het dus ook niet uit of je het op je iPad doet of dat je het gewoon thuis doet. Ja, bij je thuis op de zetel, dat is ook een beetje het businessconcept van Tesla, dat het gevoel van een auto aanschaffen hoe anders is. Je kan gewoon hier, neemt de design studio van onze website. U ziet alles inladen en dan gaat gewoon de auto zichzelf laten zien. U kunt de auto kiezen die u wil. Ik denk dat u gewoon resoluut voor een performance. Gewoon een performance, ik wil de goedkoopste auto, maar wel met alle features. Gewoon mooi de snelste. U kiest de kleuren, ik even laten zien. Je kunt gewoon de kleurtjes kiezen, mooi rood. Ik wil een dak. Panoramadak, met de carbon spoiler, als dat mag of niet. Goed. De wielen. Ja. Gewoon. Nee, ik zal de 21 inch nemen, want daar weet je... €3700 voor een paar wielen? Nee. Voor heel mooie wielen. Wel heel mooi. Ja, maar daar ben ik niet van. Nee. Standaard wielen wil ik hebben. Ja. Het interieur kan ik gewoon kiezen. U heeft al met een rooi gereden, denk ik. Met het rode biesje, dus voor de performance. Of met een bruin interieur, ook wel heel leuk. Mooi. En dan de inleg. Of u carbon wilt, kan u enkel bij die performance nemen, dus dat is wel heel leuk. Ga maar door. Wat heb ik nog meer voor features? Allemaal dat interieur. Even kijken. De accu. Ja, ik moet de grootste, ik moet de 85 kilowatt hebben. Wat. Dan even nog Performance Plus Package. Dan worden de wielen lager. Nee, doe ik niet. Nog wat sneller. Tech Package. Ja, dat moet ik echt hebben. De tech package, want daarmee kan ik een snellader krijgen en GPS-navigatie. De 3700 moet erbij. Ja. Goed. Parkeersensoren? Ja. Dat is wel leuk. Ja, want ik ga zeker bij mij. Ja. Oké. Okay. Winterpakket? Dan heeft u nog een verloren. Nee. Goed. Sound Studio Package? Nee. Nee. Derde zitrij, dus dat zijn voor de kinderen. Ja, voor de kinderen wel. 1,50 meter tegen de rijrichting in. Even aanklikken. Verlichtingspakket? Nee. Het beveiligingspakket? Nee. Okay. De hoedenplank? Nee. Niet. Okay, ik ben klaar. Duolader? €97.000 ben ik kwijt. En als ik die nu op de knop bestel druk, dat maakt niet uit of ik het thuis doe of hier in de winkel? Nee, als u hem thuis bestelt, dat is even snel als hier gewoon in de winkel. Dus hier kunt u de proefrit komen maken. Hier ziet u hoe lang? Oh, ik kan gewoon komen, een willekeurig moment en een proefrit maken? Op afspraak kunt u wel eens een keertje langskomen. Een keertje langskomen? Is nu wel relatief druk. Dus, hoe lang moet ik wachten ongeveer? Anderhalve week, twee weken. Maar dan kunt u wel gelijk een komen proefrijden. Okay. Twee weken wachten voor een proefrit. En hoeveel procent van de mensen die nu een proefrit maken, kopen hem ook echt? Dat is enorm groot. Heel veel mensen hebben... Meer dan de helft? Meer dan de helft, ja. Ja. Heel veel mensen hebben een reservering, komen gewoon hier gelijk samenstellen, een proefritje maken. En heel veel mensen komen gewoon kijken naar de Model S en willen hem gewoon gelijk hebben. Een ton. En wanneer kan ik hem krijgen als ik hem nu op de knop druk? Als ik nu op de knop druk, denk ik, mijn idee is dat u hem eind dit jaar nog makkelijk heeft. Dus, makkelijk, dus oktober, november? Oktober, november, december denk ik, ja. En hoe loopt Nederland een beetje voor op de rest van Europa? Ja, Nederland is gewoon een pioniermarkt. Ook de fiscale voordelen zijn enorm aantrekkelijk, dus ja, iedereen in Nederland wil er eentje hebben. Oké, nou, dus het maakt niet uit op je iPad uitzoeken of in de iPad Store, of in de iPad Store, de Tesla Store, kun je gewoon een mooie Tesla, een iPad op wielen krijgen. En de proefrit is dus net gekomen. We moeten wel eventjes 2,5 week wachten of we hierin mogen rijden. Een Duits nummerbord. Maar de Nederlanders die vallen dus gewoon echt massaal. Honderden Tesla's gaan er gewoon dit jaar. Dit was Tesla Eindhoven.